Hallo Steenbok, ik ben Char van Charlie's Angel Tarot op YouTube. En dit is jullie lezing voor oktober 2019. En ik dacht, ik vind het leuk om iets met Halloween thema te doen. Zo, ik heb de heksenkaarten en de kattenkaarten, omdat elke heks altijd een kat heeft. En die koningin van de maanorakel, Romans van de Engelen, overgeven en dan van de visioenen van de orakel of van de visioenendek. En het ziet er een beetje spookachtig uit en dat vind ik wel leuk. Oké, laten we beginnen. Jullie hebben de koning van zwaarden. Dit kan een tweeling zijn, een weegschaal of een waterman. Die zou je kunnen ontmoeten. Of het is iemand in de in een beroep zoals een advocaat, een rechter, een boekhouder, een chirurg of een slager of een kapper. Allemaal mensen die scharen of messen gebruiken en die zijn meestal ook wel luchttekens. De luchttekens, ja, het gaat allemaal samen, staan voor wijsheid, communicatie en gerechtigheid. De zwaard snijdt aan twee kanten, dat weten we allemaal. Zo, ze kunnen ook heel erg scherp zijn met hun tong, maar daar komt dus de communicatie in. Zij zijn direct tot de punt. Zo, deze man die weet precies hoe die bij de bron moet komen. Hij snijdt gelijk door naar de kern van de zaak om duidelijkheid en gerechtigheid te krijgen. Zo zit je in een juridische situatie, dan kan je misschien zo iemand ontmoeten die je bijstaat. Of je kan naar een advocaat gaan die gelijk door de BS snijdt en die komt tot de kern van de waarheid en brengt duidelijkheid en waarheid naar boven. En gerechtigheid zal zegevieren. Dan hebben we, hij kan ook een adviseur zijn vanwege communicatie of een leraar. Zo, misschien zoek je advies over een situatie. Hier zie je de kat die zit te huilen over de bekers die gemorst zijn. In Engeland hebben we letterlijk vertaald en gezegd, je kan niet huilen over gemorste melk. Het verleden kan je niet meer veranderen. Maar wees blij wat je nog hebt, want er staan nog twee bekers. Draai om, kijk om je heen. En niet alleen maar waar je op zit te kijken, de drie lege bekers. Focus niet op wat je niet hebt, maar focus op wat je wel hebt. Dan realiseer je ook dat je meer hebt dan je denkt. En dat kan misschien het bericht zijn van duidelijkheid. Oké? Wie het kleine niet eert, is het grote niet weerd. Dat is in de eerste week. De tweede week hebben we de dwaas. En dit is het advies, neem die sprong in het onbekende of in het diepe. Maar misschien was het advies van deze persoon ook, neem tijd uit om te evalueren, rust te nemen, mediteren of rust te nemen, en rustig over na te denken over de situatie waar je nu in zit of de kwestie. En neem dan de sprong in het diepe. Zo, gaan kijken, wil je die sprong wel nemen? Wil je meer hebben of blijf je bij die twee bekers? Het is altijd goed om advies te innen. In de derde week heb je de hoge priesteres. De hoge priesteres, Watersteenbok, is dat luister naar je gevoel. Luister naar je intuïtie. Luister kan ook spiritualiteit zijn of geloof. Geloof meer in jezelf, luister naar je intuïtie. Meestal is de intuïtie 95% correct. Hier zie je ook de twee pilaren waar ik het altijd over heb van de engelenportaal. In dit geval is het de zwarte en de witte, wat altijd eigenlijk zo is. Van het nee tot het ja, van het slechte tot het goede. Mannelijke, vrouwelijke. Kijk, probeer je balans te vinden. Luister naar je intuïtie, zoals ik al zei. En ga door dat portaal, die sprong in het diepe. Het wordt hier ook al geconfirmeerd
dat je die sprong kan nemen. Maar wees niet behoudend aan iemand, want je hebt de duivelskaart. Misschien ben jij het of iemand om je heen die een slechte gewoonte hebt. Misschien is jouw slechte gewoonte dat je altijd behoudend voelt tegenover anderen. Of dat je voelt alsof je iemand, en dit kan, bericht is misschien voor een paar van jullie, maar dat je altijd ja tegen iemand. Je bent niet gebonden aan iemand, oké? Dat mag niet. Niemand kan ons ooit manipuleren. Dat mag gewoon niet. Ik denk niet dat jij het bent, maar ik denk dat jij gemanipuleerd kan zijn of dat het bij jou gebeurt. Breek jezelf los. Je hoeft niet gevangen te zitten. Het zit waarschijnlijk alleen maar tussen je oren misschien. Of misschien is het ook wel werkelijk zo dat je gebonden voelt. Maar je kan ook losbreken. Luister naar je gevoel. Is dat wel goed? Ja, het is goed. Maar wees oprecht en eerlijk tegenover jezelf. Denk erover na en krijg de duidelijkheid voordat je de sprong maakt. Sta in je eigen kracht. Deze kaart is kracht. Oké? Sta in je kracht. Je hoeft niet vastgebonden te zijn of verantwoordelijk te zijn of afhankelijk te zijn van iemand. Dat is een slecht gewoonte om altijd maar afhankelijk te zijn van iemand. Want als je in je kracht staat, dan gaan er mooie dingen gebeuren. Je hebt de 10 van pentakels. Een einde aan een slechte fase. Je gaat een nieuwe fase in. Een gelukkige familieleven. Misschien kom je wel bij elkaar met familie en vrienden. Zo ziet het er wel naar uit. Dan heb je de overalgemene energie, de rat van fortuin. Wat rondgaat, komt rond. Oké? Als iemand slecht is tegen jou, krijgen zij 3-voud terug. Hetzelfde is dat voor jou, zowel in het goede als het negatieve. Zoals ik zei, hier heb je weer een 10. Weer een eind aan een fase. Een wiel gaat rond. Zo wat rondgaat, komt rond. Wat naar beneden gaat, komt ook weer naar boven. Oké, misschien ga je op vakantie, misschien ga je verhuizen. Misschien krijg je een nieuwe liefde, een nieuwe baan. Kijk maar naar alle tekentjes op de wiel. Hier is het heel duidelijk. Nieuwe baan, nieuw huis, nieuwe liefde. Een vernieuwing in gezondheid. Een nieuw wens. Oké. Zo, wees zeker dat er een einde komt aan iets. Want je hebt een 10 hier en een 10 daar. En deze overalgemene energie, de 4 van staven voor de hele maand, is reunie met familie en vrienden, net zoals de 10. En een huwelijk. Misschien is het jouw huwelijk of iemand anders een huwelijk. Maar daar zal misschien ook nieuwe vriendschappen uitkomen. Oké, misschien ontmoet je daar je nieuwe liefde. Maar de 4 betekent ook stabiliteit. En 8 betekent ook stabiliteit, in je kracht staan. Oké? Hele mooie kaarten hebben jullie. En dan gaan we naar de koningin van de maankaarten. En dat zegt overvloed. Dat kan overvloed zijn in liefde. Overvloed in geld. Kijk eens, de 10 van pentakels. Liefde, huwelijk, vrienden. Overvloed van bijeenkomsten of feestjes. Dan hebben jullie de romans van de engelen. En het zegt vergeef en leer. Vergeef en leer. Als je het oude loslaat en hiervan geneest van het verleden, dan ga je meer ervaring opdoen in de liefde in de huidige tijd. Oké, dan hebben we het overgeven aan. Overgeven. Geef over aan angst en verandering. De universum wilt je hiermee laten herinneren dat er altijd voor je gezorgd wordt. Als je al ben je bang van verandering in een baan, in je gezondheid of een relatie.
of ben je bang van oud worden en de dood? Herhaal deze affirmatie. Ik heb vertrouwen dat al is wel, dat alles goed is. Ik heb vertrouwen dat alles oké is. Oké. En dan hebben we de kaart van de orakel van visioenen. En je hebt 30. En dat wordt 3. En dat is creativiteit. En dat is angst en bangheid. Ik ga het alleen maar een heel klein stukje vertalen. En wil je het echt weten wat betekent, dan zou ik zeggen, ga even naar de Engelse video. En zet de ondertiteling aan. En luister daar, lees het daar even. In het donker zijn onze angsten altijd opgewakkerd. En ze lijken net alsof ze groeien. Onze imaginations, onze verbeeldingen, die worden hier opgevoed. En dan krijgen ze vorm. In return. En daarom kunnen ze ons zwakker maken en nog erger angsten brengen. En dan hebben we geen bescherming, oké, of weerstand. Zo. Deze scène is eigenlijk een stukje uit een Roodkapje genomen. Roodkapje, als we een Roodkapje hadden en we hoorden over de boze wolf, dan als kind zijnde dat verhaaltje, werden we nog angstiger. Het is duidelijk dat we dan angstiger worden. En dat onze angst, die wordt weggestopt. In sommige gevallen houden we onszelf voor de gek. En ook, even kijken hoor. En het neemt ons ook bij surprise, onze angsten en de consequenties. Ja, die zijn niet leuk. Maar we moeten naar onze intuïtiviteit luisteren. En, wacht even maar, naar onze intuïtiviteit. En we moeten naar onze intuïtiviteit luisteren, want die geeft meestal aan. De basisinstincts worden dan opgewakkerd en die zeggen, kijk uit, kijk uit. Oké, zo, kijk uit voor de rode vlaggetjes. Is alles goed? Is dit waar of is dit niet waar? Dat zijn de woorden die je dan krijgt via je gevoel. Heeft hij wel gelijk? Oké, nou, ik zou zeggen, dit is een snelle vertaling van deze kaart. Wees bewust van je angsten en ze kunnen nog erger zijn als je bijvoorbeeld niet voor advies gaat of als je niet naar je gevoel luistert. Zo, ik zou zeggen, ga even naar de Engelse en kijk naar de vertaling daar. Maar blijf weg van gevaar, oké? En luister naar je gevoel. Je gevoel is altijd een waarschuwing. Als je niet lekker voelt of je krijgt pijn in je buik, dat is al een waarschuwing. Als je onzeker weet, is het je waarschuwing, dan sta je niet in je kracht. Ik hoop dat je deze lezing leuk hebt gevonden en ik hoop je terug te zien in de volgende video of in de live sessies. Oké, vergeet niet om de duimpjes een duimpje te geven. Dan weet YouTube dat je het leuk vond en dat je de kanaal ondersteunt. Tot ziens.